In de slavenhandel heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Van de 600.000 tot slaafgemaakte Afrikanen die door Nederlanders zijn verhandeld, is de helft door Zeeuwse schepen naar Amerika gebracht. Dat is een pijnlijke geschiedenis, maar wel een die alle aandacht verdient. Omdat het de geschiedenis van ons allemaal is, waarvan de gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn, tot op de dag van vandaag. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven... Ad Tramper reconstrueert voor ons het reilen en zeilen aan boord van het slavenschip De Enigheid. Eigendom van de Middelburgse Commerciecompagnie. 20, 21, 22, 23. Ja, dat is ongeveer de gemiddelde lengte van een slavenschip in de 18e eeuw. 23 meter, misschien 24, varieerde wel eens. De breedte moet je denken aan 7 meter ongeveer, diep 3 meter. Een notendop op zee. Ja, dankjewel. Ik heb hier de monsterrol van De Enigheid. De Enigheid, dat is een schip van de Middelburgse Commerciecompagnie die onder andere driehoeksreizen deed. En ja, dat is een goed voorbeeld van hoe gemiddeld zo'n slavenreis in zijn werk ging. Het schip maakte verschillende reizen. Dit is de derde reis en die startte op 1 oktober 1761. Het begint met Jan Menkeveld, dat is de kapitein. En dan Daniel Pruimelaar, dat is de opperstuurman. Die komt uit Middelburg trouwens. Johannes Schuts, dat is de onderstuurman, die komt uit Doornik. Dan hebben we nog een man uit Goes, dat is Adriaan de Puit, dat is de derde waak. Nou, wat ging er dan mee aan voeding aan boord? Daar hebben we hier een mooie lijst van, een victualielijst werd dat genoemd in die tijd. Om eens wat te noemen, er ging 8000 pond scheepsbrood mee. Dat werd verdeeld onder 8 verschillende bakkers, waarschijnlijk al uit Middelburg, misschien ook nog wel een paar Vlissingers erbij, dat zouden we uit moeten zoeken. Er ging heel veel gort mee, 60 zakken aan gort zie ik staan. 200 zakken ook gort, maar dan voor de slaven zoals het hier staat. Bonen, heel veel bonen gaan er mee. En zakken met blauwe erwten, ook wel wat vlees. Nadat alle voorbereidingen getroffen waren, vertrok het schip uit Middelburg. Maar dat betekende niet dat het ook direct op weg ging naar Afrika. We zijn hier bij Fort Romekus, bij de reden van Romekus. Hier lagen de schepen vroeger, als ze naar de west of naar de oost vertrokken. Dat kon wel eens even duren, want ze hadden een goede wind nodig, een oostenwind. Nou, soms moesten ze wel een week wachten, 2 weken, voordat zo'n schip echt kon wegzeilen. Dus hier lagen vaak 10, 15 schepen te wachten totdat men het zeegat kon uitgaan. De Enigheid zeilde vervolgens in 2 maanden naar de kust van West-Afrika. Onderweg paste de bemanning het tussendek aan, zodat hier de tot slaaf gemaakte een plek konden krijgen. Telkens als het schip voor de kust voor anker ging, werden er een paar Afrikanen aangekocht. We hebben hier de kaart van de kust van Guinea, West-Afrika. Als de schepen aankwamen om handel te drijven, dan begonnen ze aan de bovenkust. En dan zakte men af richting Ivoorkust en op een duur kwam men dan uit bij de Goudkust. Dat is een traject dat kon wel 200 dagen duren voordat ze dan genoeg mensen aan boord hadden om de oversteek te kunnen wagen. Dit is een fraaie kaart van de Goudkust met ook het achterland mooi ingekleurd. Je ziet daar de verschillende volken die daar waren en je ziet zelfs ook dat soms is een stuk, is een gebied slavenrijk staat er dan zelfs bij. Dit is vaak ook het eindpunt van een schip van de commerciecompagnie. Mocht er dan toch nog slaafgemaakten nodig waren om het schip vol te krijgen, dan konden ze altijd naar Fort Delmina, dat ligt hier zo. En Fort Delmina, dat was een WEC-fort van de West-Indische Compagnie. En daar werden ook slaven gehuisvest en die werden verkocht aan de particulieren, dus ook aan de Middelburgse Commerciecompagnie. Er was één ding, die slaafvermaakten waren wel een stuk duurder, wel 20 gulden per stuk. En de Middelburgse Commerciecompagnie had dat liever niet, want dat dreef de prijzen allemaal op.
Maar op een uur moest zo'n kapitein wel, maar die kon niet eeuwig blijven rondvaren daar. De kapitein moest natuurlijk ook af en toe even aan het thuisfront vertellen hoe het allemaal ging met de handel. Nou, dat deed hij per brief en dan ging dat weer met een ander schip, ging dat dan mee. Ik heb hier bijvoorbeeld een brief van kapitein Menkeveld, kapitein van de Enigheid. En die schrijft dat ze aangekomen zijn in West-Afrika en dat, dat de handel eigenlijk wel tegenvalt. Want ze hebben nog maar 11 slaven aan boord, zoals die schrijft. En eigenlijk, normaal gesproken, op eerdere reizen zouden dat er al 25 of 30 moeten zijn. En ook nog, dat de prijzen vallen ook tegen. Dat is gemiddeld wel 14, 15 gulden duurder dan wat hij gewend is. Dus er is blijkbaar een hoop concurrentie aan de gang. En dan wordt het ondertekend met wel edele achtbare heren, directeuren, mijne heren, uw dienstwillig dienaar Jan Menkeveld. Als het schip dan vol was, dan kon de overtocht beginnen. En in 10 weken tijd varen we dan naar Zuid-Amerika. En hangt van de bestemming af, meestal Suriname of Berbice of nog verder naar Curaçao. Het is wel gek als men dan zo'n oversteek begint en er is zo'n schip vol met meer dan 300 mensen. En als je daarover nadenkt, dan is dat natuurlijk eigenlijk, ja, toch eigenlijk al een absurde geschiedenis. Ik weet, het is heel moeilijk om in die tijd van toen, om daar iets van te snappen. Die wereld was nou zoveel harder, zoveel anders dan die van nu. Voor de gemiddelde Vlissinger, voor de gemiddelde Zeeuw, was slavernij, slavenhandel, dat hoorde er eigenlijk wel gewoon bij. Het maakt onderdeel uit van de handel. En het speelde zich ver af van hier en men had er verder niet zo'n idee bij, denk ik.